Yo dames en heren, welkom bij een nieuwe video. Vandaag heb ik weer een hele epische video voor jullie. Want vandaag gaan we iets met vuur doen. En ja, zoals jullie weten, jullie houden ervan om dingen met vuur te gaan doen. Dus ik dacht, laten we iets met vuur gaan doen. Ik ga even naar de schuur toe, want ik ben net al naar de supermarkt geweest. Ja, jullie zullen je eigenlijk wel afvragen, wat ga ik doen met vuur dan? Want er zijn best wel een hoop dingen wat je kunt doen met vuur natuurlijk. Maar zoals jullie hier kunnen zien, ik heb hier een hele tas vol met lucifers. Ja, en hier gaan we iets mee doen. Dus ik zou zeggen, veel plezier met kijken en let's go! Ja, ik hoor jullie thuis op denken, wat ga je hiermee doen? Maar zoals jullie kunnen zien, er zit er fucking veel in. Ja, ik heb hier zelfs nog een deelbus, maar die ga ik niet in deze video gebruiken. Die heb ik voor een andere video. Dus dat gaan jullie binnenkort allemaal zien. Oké, dames en heren. Zoals jullie kunnen zien hier, dit zijn 25 pakjes. Hou het nog niet scherp. Kom op, word scherp. Kom op. Wat? Komt-ie aan. Ja, 25. En ik heb hier nog een bonnetje. Dus zijn er ook 15. Dus in totaal hebben we 40 van deze doosjes. En in elk doosje zitten er 5. Dus dat is 40 keer 5. En dat is als goed is uit mijn hoofd 400. 200. Oké, zoals jullie hebben gezien, ik heb alles uitgepakt. Nou, het was even wat werk, maar dat hou je toch. Maar ja, ik zat dus even te denken van, hoeveel lucifers zitten er eigenlijk in één pakje? Het staat er volgens mij ook niet echt op. Ik kan even snel kijken. Nee, het staat er dus niet op. En ja, ik heb eerlijk gezegd, heb ik niet echt zin om ze te gaan tellen. Maar ik ben wel benieuwd en ik weet 100% zeker dat er hier iemand is die het weet. Dus ik zou zeggen, zet even neer, ja, hoeveel lucifers zitten er in één pakje? Want ja, het is wel even leuk om te weten natuurlijk. Maar goed mensen, zoals jullie kunnen zien, dit zijn ze. En ja, ik hoor jullie al denken, ah, wat ga je ermee doen? Wat we ermee gaan doen, is we gaan één fucking grote toren maken. En die gaan we dan in de brand steken. En dan gaan we gewoon kijken hoe dat gaat, of het een of andere domino effect wordt. En volgens mij komt Chris eraan op zijn epische Solex. Waar kom je vandaan? Sportschool. Chris heeft gelijk goede hoe noem je dat? Januari voornemens? Of? Ik doe niet aan voornemens dus. Oh, je gaat gewoon door met het waar je mee bezig was. Ik sport altijd al, alleen één keer meer en één keer minder. Maar voornemens? Bullshit, want iedereen neemt voornemens en die houdt zich er niet aan. Ho, ik neem ook goede voornemens en ik hou me er wel aan. Maar wat we gaan doen is, ik wil één hele grote toren gaan bouwen. En dan aan gaan steken. Aan kutwerk. Kutwerk, hoezo? Laat hij nog 10 keer in gaan storten waarschijnlijk. Nee. Komt goed jongen, je moet een beetje vertrouwen hebben vriend. Ik weet, jammer dit, mensen, Chris er geen vertrouwen in maar. Ja, ik ben je punt, het gaat niet om vertrouwen. Ik zeg niet dat het niet lukt. Oh ja, ik zeg kutwerk. Dat het kutwerk is, dat hij nog wel een paar keer gaat instorten. En dan gaat die jongen nog wel achterkomen. Maar ik heb straks wel even hulp nodig, want ik ga hem dus hier opbouwen. Maar hij moet zo meteen wel naar buiten die tafel, want ik ga het buiten aansteken namelijk. Anders ga je aan elkaar lijmen, ja. Dan staat de dak zo meteen in de fik. Nee. Dus dat moeten we heel voorzichtig doen. Oké, dames en heren, mededeling. Zoals jullie net zagen kwam Chris thuis en hij kwam gelijk met het epische idee. Waarom zit die tafel niet buiten neer? Want als je binnen vuur gaat steken, dat kan niet. En toen zei hij tegen hem, ja, ik was alleen en ik kon de tafel niet een beetje dragen. Dus nu is hij er in de Tillumbus tweede tafel naar buiten. Nou, het idee was dat hij hem zeg maar zo meteen naar buiten ging dragen als alles al gebouwd is, wat super wankel is en dat hij dan in elkaar stort en dan voel je eigenlijk kut en dan denk ik moet ik hem buiten weer bouwen of iemand aan elkaar lijmen, kijk dan valt hij sowieso niet aan elkaar. Ja, maar daarom had ik hier allemaal een beetje tape neergelegd hè. Ja, we zijn erachter gekomen dat hier misschien nog net te veel wind staat. En dan gaan we aan de andere kant van het huis. Want daar is het. Windloos, stil wind, geen wind, alleen glazes. Windless. Windless. Wow, er is Chris weer. Oh, ik zit al overal te druk hier met de kudding. Staat hij aan? Hij zit aan. Wow. Nou, ik moet even zeggen, ik dacht dat John... met de lucifers een toren ging bouwen, dan dacht ik, fucking veel werk, maar hij heeft een slimme oplossing erop bedacht. Tenminste, slim alternatief. We zijn er niet klaar.
Kijk, het wordt met een lucifer doosjes. Ja, maar het moet dus een toren worden. Maar ik zit eens te kijken hoe kun je hier een toren mee maken. Weet je, ik denk dat dat misschien nog het slimste is. Dit? Ja. Ja, dat dacht ik ook al. Verder van Rick. Ik denk dat dit een beter idee is. En dan gaat hij sowieso. Maar als je ze met lucifers doet, dan ben je volop lang mee bezig. Ja, maar hè? Ik zou zeggen. En kijk, dit weet John natuurlijk nog niet, maar bij de genoeg likes gaat John het ook een keer doen met alleen lucifers. Als je dat graag willen zien, dus like die shit als je het wil zien, zo simpel is het. Sowieso. Maar what? Ja, maar dat was heel toevallig, want dat wou ik eerst doen, maar ja, ik dacht in één keer, ja, ik had in één keer een ander idee. Maar het is best wel veel werk, want ik zou het even laten zien. Kijk, want dan ga je het echt zo bouwen, weet je wel. Dus echt gewoon twee lucifers bijvoorbeeld zo, en dan twee zo, weet je wel. En dan weer twee zo. Dan moet het even netjes dat het gewoon hoog kan. Maar dan zou je het dus zo bouwen, weet je wel. En dan, dan is het wel makkelijker om een toren te bouwen. Want kijk, zoals je hier kunt zien, van die doosjes is het toch wel moeilijker om daar een toren van te maken. Ja, maar het is toch wel vet als je op een gegeven moment echt zo'n hoge toren krijgt, weet je wel. Ja, maar dan denk je bij jezelf, jeetje, dan moet je het bijna wel binnen doen. Want als er een klein beetje wind, dan waait het om. En als het eenmaal gaat, dan is je hele toren weg. Ja, ja, ja. Dan moet je alles gaan lijmen, dus. Maar ja, dat ga ik niet doen. Ver in het... In het verleden, misschien weten jullie het misschien niet, hebben John en ik al een keer eerder wat met lucifers gedaan. Daar hebben we het hele Pranks logo gemaakt met lucifers. Dat was ook eigenlijk wel vet om te maken. Daar hebben we ook echt super veel tijd in gezeten. Ja, dat was zeker lachen. Dat is ook de eerste video waar gekke Markie in zat. Nee, mag geen wens doen, Mark. Op ons kanaal. Oké, dames en heren, zoals jullie kunnen zien, ik heb dus net dit even gebouwd terwijl we aan het praten waren met Chris en Enrico. Maar we hebben het even opnieuw bedacht. We gaan het nu dus helemaal vanaf hier zo bouwen. En dan echt zo'n toren helemaal zo. Dus ja, jullie gaan even kijken naar een timelapse. En dan gaan we hem daarna gewoon lekker aansteken, mensen. Oké, okay, zoals jullie kunnen zien, we zijn lekker bezig. Erik is alles druk aan het uitpakken hier. Maar Erik gaat er zo over door, want hij moet even zijn moeder ophalen. Dus ik blijf in mijn eentje over en dan ga ik hem zo in mijn eentje even aansteken. Want dan maakt het er niks uit natuurlijk. Dan mag de pret zeker niet bederven. Zoals jullie hier kunnen zien. Ik heb al 1, 2, 3, 4, 5, 6 rijen. En ik ben al bij de 7e bezig. Dus ja, dit is het idee. Straks gaan we ze gewoon hier aansteken. Of ja, ik denk hier aansteken. Of, wat we doen. We halen er hier een uit. Dus deze. En die steken we aan. Dames en heren, het moment is daar, het is klaar. En het is niet echt een toren geworden, om eerlijk te zijn. Het is meer een soort piramide iets geworden. Maar ik denk wel dat het vet gaat worden. En ik ben ook best wel benieuwd van hoe lang zou het gaan branden en zou de tafel het volhouden. Nou, waarschijnlijk gaat het gewoon de tafel afbranden, maar ja, dat heb ik over jullie over, dames en heren. Oké, okay, maar goed. Genoeg geluld, laten we maar gewoon gaan beginnen. Het doel is dus, we gaan hem hier aansteken. Gaat hier branden. En dan komt er uiteindelijk een massief grote steekvlam. En dan vliegt alles in de fik. En dit en dat en zus en zo. Maar ja, misschien mislukt het ook wel. Je weet het nooit. Maar kijk even hoe vet dit eruit ziet, jongens. Wow. Yo. Kijk hoeveel te zijn. Oké, dames en heren. Het moment is aangekomen. De lucifers staan al aan. Kom aan. Kut, sorry. Nog een keer proberen. Want het waait een klein beetje en ik weet niet of hij gelijk aangaat. Dus ik zou zeggen 3, 2, 1. Wow! Maar ik denk dat hij uitgaat. Hij gaat uit! No! Oké, dan steken we deze aan. En... En deze, kijk eens, komt die Janga tot de boom. Oké, dit ging niet echt goed, dus ik trek hem er iets verder uit. Misschien heeft hij toch iets meer nodig. Dus deze gaan we nu aansteken. Oké, dames en heren, hier gaat hij nog een keer. Poging nummer 2. Woe! Woe! Niet uitgaan!
niet uitgaan. Nou ja, hij gaat goed. Kijk, zoals jullie nu kunnen zien, de lucifers hebben iets meer ruimte om te branden. Zodra het bij de doosjes komt, gaat het wel fikken, denk ik. Nou, ik zou zeggen, dames en heren thuis, geniet hiervan. Ik ga de camera even neerzetten. En als het, zeg maar, ja, het vuur zeg maar hoog genoeg is, dan pak ik de camera weer op. Oké, dames en heren, echt slecht nieuws. Ja, het blijkt dus zeg maar dat de doosjes dus wel een soort van brandwerend zijn of zo. Want ja, het brandt niet echt, zeg maar. Hij is uitgegaan, deze uitgegaan, deze uitgegaan. Dus ik loop even naar de schuur en ik pak even wat zware geschut daarbij en dan zie ik jullie zo. Oké, dames en heren, het is wel jammer. Het is dus niet echt gelukt. Of ja, het eerste idee is niet gelukt, dus ik heb nu de gasbrander erbij gedaan. Deze ga ik aansteken en wat ik dan ga doen is gewoon... We steken gewoon alles aan en ik denk dat het echt wel een vet effect gaat geven. Ga ik hem weer voor jullie neerzetten hier. Oh, daar gaat ie. Ja, ja. Daar gaat ie eindelijk. Kijk, deze kant is gewoon een schoon. Ah, daar gaat hij. Elk moment gaat hij nu vallen, denk ik. Ik hoop dat hij toch nog helemaal afbrandt. Zo, kijk maar met wat voor kracht dat eruit spuit, joh. Wow. Kijk dan, mensen. Benieuwd hoe de tafel er zo meteen uitziet. Kijk dan, joh. Kijk hoe schoon deze kant gewoon is, hè. Kijk, zo kun je echt wel zien dat het echt wel brandwerend is. Kijk, dames en heren. Nou ja, ik denk dat dit wel het eind van de video is. Ik moet snel deze shit gaan blussen, anders is zometeen de hele tafel weg. Dus ik zou zeggen, als jullie willen meer met vuur willen, doe even een duimpje omhoog. Ja, doe sowieso even een duimpje omhoog natuurlijk. Ik hou van jullie, dat weten jullie. Nou, het brandt wel lekker. Het is wel lekker warm. Ja, ik denk dat ik gewoon maar ga blussen, dames en heren. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Later! Oké, dames en heren, huis uit. Of toch niet? Nou, zo maak ik ook gewoon een rookbom.